Ingeborg Verschuren, voorzitter van de vereniging Kleine Kernen. Ja, we staan vandaag in Veenhorst, het begin van iets heel moois. Wat is eigenlijk de bedoeling? De bedoeling is dat in oktober, gedurende 3 dagen, mensen uit Europa, mensen zoals jij en ik, plattelandsbewoners, hier naartoe komen en leren van elkaar, kennis delen. Wat is ja, eigenlijk de reden dat dit nou hier in Veenhorst wordt georganiseerd dan? Eigenlijk toeval. Ik mag sinds kort bij de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen zijn en daar stond het op de agenda. Met de vraag, heeft een van de voorzitters van een van de provincies interesse om een bidboek te maken? En er was niet zoveel animo, want het is veel werk een bidboek maken. Dus iedereen zei nee, geen zin, dat gaat niet lukken, want we hadden maar 10 dagen de tijd. En toen heeft Brabant gezegd, wij gaan het proberen. En we hebben met 4 mensen in een weekend een bidboek in elkaar gezet. Wij hebben het vertrouwen geuit dat we het met bewoners konden doen. En omdat het snel moest, moesten we een gemeenschapshuis hebben waarvan we dachten, die heeft ruimte. Veenhorst is dichtbij, ik woon zelf in Gemert. En we staan hier nu, hier zijn alle ruimtes, zodat er 350 mensen ook kunnen zijn. Dus we hebben dat ingediend. Toen kwam al vrij snel dat er 6 bidboeks door Europa waren ingediend. Ook door Albanië, Estland. Ik weet niet alle 6, maar in juni kregen we te horen dat we bij de laatste 2 waren. Maar we hebben een heel ambitieus bidboek gemaakt. Dus de jury zei van ja, maar wij willen eerst komen kijken of jullie dat wel echt kunnen waarmaken. Want ze geloofden het niet helemaal. Toen zijn ze 1 en 2 juni komen kijken. En waren onder de indruk en een paar weken daarna kregen we te horen dat wij het geworden waren. Dus in oktober is het voor het eerst in Nederland. Nou is er een heel programma om straks die mensen uit die 42 landen bezig te houden. Waarover wordt bijvoorbeeld gesproken? Het zijn netwerken uit Europa van plattelandsorganisaties, dus bewonersorganisaties zoals ze hier ook zijn. En om een voorbeeld te geven, ik sprak de president van Kroatië, dat is ook een vrijwilligster. Daar zijn 30 dorpen die leeg staan. Bergdorpen bij Rijeka, toeristisch gebied ken je misschien wel. De jeugd trekt naar Zagreb, die dorpen zijn leeg. In Frankrijk heb je die spookdorpen ook. Hier is dat niet. En waar de mensen dus benieuwd naar zijn, van hoe kan het dat hier 200 leerlingen op de school zitten, dat er een winkel is, in een kern van 1700 inwoners. Dus ze komen hier om te leren. Wat moeten wij doen om te zorgen dat het bewoonbaar blijft in de plattelandsgebieden van Europa? Dat is het doel. Graag heet ik u namens de werkgroep De Pionier en het bestuur van het Mennenhof van harte welkom op de officiële opening van De Pionier. In 2014 hebben inwoners in Veenhorst tijdens een bijeenkomst, welke georganiseerd was door Stichting Leefbaar Veenhorst, aangegeven dat het erg belangrijk is om voldoende voorzieningen te hebben voor ouderen in Veenhorst, zodat ze zo lang mogelijk in Veenhorst kunnen blijven. En naar aanleiding van deze wens is een werkgroep aan de slag gegaan om daar werk van te maken. Want, wat dachten wij, welke mensen in Veenhorst zien wij niet als er bijeenkomsten zijn en zou het eigenlijk heel fijn zijn als ook voor die mensen iets georganiseerd is waarbij ze elkaar kunnen blijven ontmoeten en wellicht ook nog actief met elkaar bezig kunnen zijn. Een burgerinitiatief in Veenhorst, Jean van Eert. U bent de initiatiefnemer van eigenlijk dit prachtig project. Wat houdt het Pionier eigenlijk in? Dit project, de werkgroep bestaat uit meerdere mensen, dat is alleen maar ik. Dus we zijn met een groepje als initiatiefnemer gestart. Omdat wij vonden en willen dat de ouderen zo lang mogelijk in Veenhorst kunnen blijven. Dat is ook een wens van ouderen zelf. Ze gaven aan van ja, als we meer aandacht en zorg nodig hebben, dan zijn ze geneigd om te gaan verhuizen. En zeggen ja, dat is eigenlijk jammer. We hebben hier een prachtig steunpunt staan. En het zou eigenlijk fijn zijn als we daar de functies in kunnen verbreden. En dat meer kunnen regelen en organiseren voor mensen die wat meer aandacht nodig hebben, die het wat lastiger vinden om soms in een groep elkaar te spreken, soms ook moeilijker van huis kunnen.
En daarbij vonden we ook van, ja, het is best fijn als je het geheugen en de bewegingen ook kunt blijven versterken. Dus door op een hele plezierige, eenvoudige, spontane manier iets aan te bieden waarop je eigenlijk onbewust ook het geheugen traint en ook je armen en benen kunt bewegen. Ja. Dus, en daarvoor hebben we ook onze coördinator, José van Langveld, die vanaf 1 januari gestart is. En die moet dat ook verder gaan uitbouwen. Dat is haar, dat is de bedoeling. Moeten jullie dan zelf straks voor de kosten op gaan draaien? Krijgen jullie nu nog steun van de gemeente Boekel? We krijgen voor 2 jaar steun van de gemeente Boekel om de coördinatiekosten te betalen. En daar de voorzieningen die daarbij horen. En verder zijn wij wel zelf, moeten we onszelf bedruipen, om zo maar eens te zeggen. En de deelnemers betalen dus ook een eigen bijdrage van €4 per dagdeel om hier aanwezig te zijn. En dat is bedoeld voor eigenlijk de consumptiekosten en de materialen die dan soms extra nodig zijn om in te zetten. En op die manier proberen we dat eigenlijk te dragen. En in die 2 jaar is het de bedoeling dat we laten zien dat echt dit bestaansrecht heeft, dit initiatief. En dan is het vervolgens om weer met de gemeente in gesprek te gaan hoe dat dan verder geborgd dient te blijven. Wandelen voor ALS, dat doen ze op 5 januari voor Boekel Sport. Een activiteit die voor de eerste keer werd georganiseerd. En bij me staat Jorg van Doren, een van de mensen die het mee heeft georganiseerd. Jorg van Doren, want waarom eigenlijk gaat Boekel Sport heeft dit georganiseerd? Waarom? Bij de commerciële commissie hadden we het idee om ook eens een keer wat voor een goed doel terug te doen. Toen kwam ik al vrij vlug op het idee om dan iets te gaan organiseren om geld op te halen voor een of ander goed doel. Toen wisten we nog helemaal niet welk goed doel dat dan moest zijn. En toen kwam ik al vrij vlug bij Stichting ALS Nederland terecht. Maar waarom? Zeer actief lid van Boekel Sport, die leidt toevallig aan deze vreselijke ziekte. En daarnaast is die persoon is ook nog binnen Boekel Sport heel bekend. En verschillende vriendengroepen, beide zoons voetballen bij Boekel Sport. Ken heel veel mensen, dus vandaar dat we eigenlijk bij Stichting ALS Nederland uitkwamen. Maar dan ga je zoiets organiseren, komt er ontzettend veel bekijken, denk ik. Ja, we hebben echt meerdere middagen moeten vergaderen met elkaar. Samen met nog 3 anderen hebben we dit georganiseerd. En ja, je moet echt aan de gekste dingen moet je toch rekening houden om dit allemaal neer te kunnen zetten. En zoals je het ziet, buiten, er komen echt ontzettend veel mensen vanaf. Dat is echt super mooi om te zien. Ja, wat had je zo'n grote aanloop verwacht? Ja, ik heb het van tevoren echt niet durven schatten. We hadden geen idee hoeveel mensen er op af zouden komen. Het was ook heel erg lastig met de voorbereidingen, want je wist natuurlijk niet met hoeveel je rekening moest houden. Met eten, met drinken, met inschrijfroutes, met van alles en nog wat. Ja, en hoe dichter we bij deze datum kwamen, hoe meer hoop ik kreeg dat er zoveel mensen zouden komen. En ja, dit had ik echt niet verwacht zoveel. Heb je nou ook iemand van ALS uitgenodigd om straks een check in ontvangst te komen nemen? Ja, ik heb zodra we deze actie opgezet hebben, heb ik contact opgenomen met Stichting ALS Nederland. En na verschillende mailcontact hebben wij Gerard van Nuenen als vertegenwoordiger van Stichting ALS Nederland hierheen gekregen. En die straks, als alles bekend is, dan willen we hem een cheque overhandigen met daarop een voorlopig bedrag. En is het dan de bedoeling dat we straks in de toekomst nog meer van dit soort wandelingen gaan organiseren? Ja, het is in ieder geval wel de bedoeling dat dit een terugkerend event gaat worden. En dan elk jaar voor Boekel Sport met een voor een ander goed doel. Dus ja, voor dit jaar hebben we dan voor Stichting ALS Nederland gekozen. Maar dat kan volgend jaar een totaal ander goed doel zijn. En ik denk dat we eerst eventjes een aantal mensen moeten bedanken. En die mensen die we moeten bedanken, dat zijn al die vrijwilligers. En dan wil ik rustig applaudisseren die zich in hebben gezet om vandaag te zorgen dat we een hele mooie route hebben kunnen wandelen. Verklaar overigens de mensen hier binnen. En niet te vergeten, Appeldijnse, Astrid Bouwmans, Jurgen van Doren en ondergetekende. Want, dames en heren, want we hebben dit voor een van de mensen gedaan die heel veel voor Boekel Sport hebben betekend. En dat we dit terug kunnen doen en bij ons eigenlijk goed hebben gedaan, is de opkomst. 675 deelnemers, dames en heren, hebben meegedaan. Ik denk dat we met z'n allen speciaal voor Ger even een flink applausje moeten geven. Dankjewel. We hebben ook de heer Van Nuenen hier, van de Stichting ALS.
Die gaan we ook eventjes naar boven vragen, meneer Van Uyne. Kom er eens even bij. Die denk je willen naar Mars passen. Helemaal het diepste, dames en heren, komt deze meneer, Diese bij Tilburg. En ja, we hebben hem. Het is niet het totale bedrag, dames en heren. Het is niet het totale bedrag, maar dat proberen we straks zeker nog voor elkaar te krijgen. Jorik, is het mee of is het tegengevallen? Het is ontzettend meegevallen. Een heel mooi bedrag. Heel mooi bedrag. We hebben op de laatste wedstrijd, 11 december, de laatste thuiswedstrijd, hebben we hier een M&E gezet. Toen werd er een bedrag van €290 gedoneerd. Maar die €290 hebben we met dit bedrag, wat we nu bekend gaan maken. Ja, eigenlijk wel mooi, Jorgen. Tromgeroffel. Kunnen we tromgeroffel, dames en heren? Tromgeroffel. Hou het eventjes bij. Het is een bedrag geworden, dames en heren, van Jorg. €6,005,66. Dankzij u allen, dames en heren. Dankzij u allen. Applaus voor uzelf. Het 38e boerenbruidspaar is bekend. Op zaterdagavond 7 januari tijdens het Boerenvis in Zaalcompagnie werd het nieuwe boerenbruidspaar bekendgemaakt. Nadat afscheid genomen was van het vorige bruidspaar door de buurt, komt het nieuwe bruidspaar met muziek naar het podium. Gerard Nabuurs en Ans van de Ven hebben zich verloofd en toegezegd op maandag 27 februari 2017 in het boerenhuwelijk te treden. De boerenplechtigheid wordt op carnavalsmaandag 27 februari gehouden in Zaal La Copie in Boekel door de ambtenaar van de boerenstand Hein van den Elzen. Dit zal op ludieke wijze gebeuren. Iedereen, groot of klein, jong of oud, die de boerenbruiloft een warm hart toedraagt, is van harte welkom. De receptie is van 3 tot 5 uur. De boerenhofstede van het verloofde stel, Gerard en Ans, staat aan de Vosdeel in Boekel.